De uitmarkt is er weer, de aftrap van het culturele seizoen. Namens Museumkaart staan wij in Museum Rotterdam. Wij gaan hier zometeen in gesprek met de directeur van het museum, Paul van Laar, nemen een kijkje in de tentoonstelling en horen wat er de komende tijd op het culturele programma staat. Let's go! Ga je mee? Paul. Paul van Laar, de directeur van Museum Rotterdam. Hey, wat leuk dat ik jullie hier zie. Ja, jullie treffen me net. Ik ben even bezig met de dagelijkse corvée. De leeuw van Blijdorp. Hier, we staan hier in de puinzaal van Leeuwen op de Coolsingel. Mm-hmm. En ik heb de directeur van Blijdorp beloofd. Joh, ik kijk elke avond voordat ik naar huis ga, kijk ik even hoe die erbij staat. Dan zet ik eventjes de haartjes recht en... Ja, leeuwen op de Coolsingel. Ja, er zijn nooit leeuwen geweest op de Coolsingel. Maar die Rotterdammers, die denken nog steeds. Dat sommige die er wel Rotterdammers, waren. Die zeggen, ik heb ze toch zelf gezien op de Coolsingel. Nou, dit is de tentoonstelling over de grote gebeurtenissen. Rotterdam, Tweede Wereldoorlog, puinzaal. Ja, het puin wat overgebleven is. Dus je ziet van allerlei monumenten die uit het puin zijn teruggebracht. Ja, en dat is ook een verhaal, dat bombardement op Rotterdam. Mm-hmm. Is ook meteen ook het einde van het verzet van Nederland tegen de Duitsers. Vandaar dat we daar ook altijd aandacht. En het is natuurlijk echt een geschiedenis die ja, voor Rotterdammers heel ingrijpend is. Maar eigenlijk ook hele grote gevolgen heeft gehad voor Nederland. Ja, en als je dan vraagt van welk stuk hoort daar nou bij? En wat kan ook dan maar het enige topstuk zijn volgens veel Rotterdammers? Ja. Dat is natuurlijk die witte vlag. Dit is de witte vlag. Waarmee over is gegeven. Dat je zei, ja. We geven ons over. Moet je je voorstellen, die Duitsers die staan bij die Willemsbrug. Daar lopen we straks nog even langs. Die Willemsbrug, daar lopen die mariniers zijn op die brug. En die proberen die stad te verdedigen. Dat gaat niet lukken. De Duitsers willen erdoor. De Nederlanders denken, nou, dat zal toch niet gaan gebeuren. Dus die proberen tijd te rekken. En die gaan dan met de vlag aan de ene kant, aan de andere kant. En deze op het vlag. Moment, dat is deze vlag. Met het bloed er nog op. Jeetje. Dus als je het hebt over relieken uit de Tweede Wereldoorlog. Dan is dit, Dan is dit ons top. Dus dat kan ook alleen maar ons topstuk zijn. Als je het hebt over een stad die zo vernietigd is. Dus dit is jouw, uit de hele tentoonstelling, jouw favoriete stuk als je moet kiezen. Als ik moet kiezen. Ik heb natuurlijk veel meer favoriete stukken. Ik heb voor iedereen een favoriet stuk, maar voor deze expositie is dit, dit het topstuk. Wauw, en je had het over een stukje brug waar we langs gaan? Ja, want die mariniers, hè, die zaten op die Willemsbrug. Zwartse teufel werden ze genoemd. Ja, oh, ja. Want die Duitsers, die kwamen niet door die brug. Die hadden ook behoefte aan een verhaal wat ongeloofwaardig was. Hè, van, ja. Dus die Göring zegt, schiet eens op. Ja, waarom kan niet, want het staan die mariniers op die brug. Nou, er is dus flink geschoten. Kijk, die Willemsbrug, die is er al lang niet meer. We hebben een nieuwe Willemsbrug. Maar dit is een stukje van de originele brug. Ja. Waarop is geschoten? Dit zijn... Kijk, kogelgaten. Ik verzin het niet. Kijk, de kogelgaten zitten er nog in. Jeetje. Wauw. Ja, en jullie hebben natuurlijk een bijzondere relatie met de mariniers, heb ik begrepen. Ja, we zijn daar bij het museum geweest. Aangesproken, hè? Ja, daar hebben we dat andere stuk gezien. En dit is zo gek om... Ja, om dan dit te zien en van zo dichtbij. Dankjewel dat je deze laat zien, want dat is inderdaad grappig. Bizar. Nou ja, en je kan hier trouwens, als je naar de tentoonstelling komt, helemaal netjes een uitgestippelde COVID-route volgen, zodat het allemaal netjes gaat. Wij zijn totaal COVID-proof. Dus als het RIVM hier langskomt, dan gaat er een duim omhoog van jullie zijn goed bezig. Ja. Wow. Feitje heb ik nodig, Smit. Kijk. Wat? Dit is Rotterdam van nu, hè? Maar wij zorgen ervoor met deze maquette dat we altijd de gemeente een stap voor zijn. Dus we hebben hem eerder op de maquette voordat je hem in de stad kunt zien. Echt? Dus ja. Dus telkens als er een plan en het gaat door, gaan wij allemaal hier op de maquette. Kijk, het depot van Boijmans, dat is er bij ons al. En we hebben de toren, de hoogste toren van Rotterdam, die staat er ook al bij de Zalmhaven. Maar die staat er nog niet, maar bij jullie wel. Bij ons wel. Hey, dus dit gebruiken we altijd om de mensen uit te leggen, ja, hoe kun je die stad nou begrijpen? Die stad is natuurlijk totaal vernietigd, dat hebben we net gezien. Ja. Uit het puin is totaal een nieuwe stad ontstaan. Wow. Dus we moeten de mensen het uitleggen. Ja. En deze maquette is dus een hartstikke mooi aanknopingspunt
voor mensen van binnen, van buiten, om uit te leggen hoe de stad er nu uitziet. En dan ga je vervolgens terugspoelen. Precies. Het lijkt wel een film. Ja. Ga je terugspoelen. Hoe is de stad ontstaan? Nou, daar heb ik allemaal voorbeelden van. Paul, heb je ook een opmerkelijk feitje over dit museum? Nou, het opmerkelijke feit, dat is mogelijk een feit, is dat er een advies ligt om dit museum te sluiten. Pardon? Oh. Ja, ik zal het herhalen, want je kunt het niet geloven. Ja. Nee. De tweede stad van het land, als dit doorgaat, gaat het dicht bij 1 januari. Ik begin er gewoon, mijn stem slaat ervan over. Dat snap ik. Zo emotioneel. Kun je je voorstellen, een stad die bezig is met zijn toekomst en zijn verleden, dan vergeet? Ja, je kunt het niet voorstellen. Nee. Maar we hopen ook dat de gemeenteraad inziet dat het een heel stom advies is. Dus als je me vraagt, wat gaan jullie de komende weken doen? Mm-hmm. Nou, we gaan met ons heel erg inzetten dat het... Dat het niet gebeurt. Dat de uitmarkt niet leidt tot Exit Museum Rotterdam. De uit, nee. Ja. Nou ja, met het oog op dat het blijft, hè. De toekomst, hoe ziet het komende seizoen eruit? Nou, we hebben we beginnen in september met een mooie expositie over 750 jaar Rotterdam. Oh, mooi. Want Rotterdam is in 750 jaar geleden ontstaan door het leggen van een dam in de Rotte. Kijk, ik heb hier nog eventjes een mooie impressie. De tentoonstelling wordt opgebouwd, ze kunnen iets zien. Maar hier zie je deze kaart, de dam in de Rotte. 1270 is die dam in de Rotte gelegd. Dat is het begin van Rotterdam? Begin van Rotterdam. Wow. 2000 inwoners, 1340 stadsrecht. Dus wij zeggen, het is heel erg mooi om die ontstaansgeschiedenis nu te laten zien. En dat hadden we graag willen doen in het kader van de Wereldhavendagen. Ja. Omdat in die dam is een oud bootje gevonden. Een puntertje. Is helemaal gerestaureerd. Dat komt hier dus in de tentoonstelling. Dus dat wordt fantastisch. En een tentoonstelling waar ik zelf zo ongelooflijk naar uitkijk, is de tentoonstelling Skyline. Die gaat in juni 2021 open. En die maken we samen met het Stadsmuseum Gent. Dat gaat over de verbeelding, fantasie van de stad in de lucht, de skyline. Nou, is een onderwerp wat natuurlijk heel erg goed bij Rotterdam past. Mm-hmm. Ja. Maar het leuke is, wij zijn de skyline-stad van Nederland. Ja, ja, ja. Maar Gent was de skyline-stad van de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen. Leuk, dus en dan gaan jullie daar nu over samenwerken? Ja. Nou, perfect. Vlaams-Nederlandse vriendschap. Mooi. Heerlijk. Nee, zeker niet. Ik ga je ontzettend bedanken. Echt, jij bent een fantastische directeur. Jij houdt van je museum. Ik voel het. Ik spat er vanaf. Ja, echt. Het is echt hartstikke aanstekelijk. Dus ik hou ook echt ontzettend mijn fingers crossed dat het allemaal doorgaat. En hopelijk als de mensen hier naartoe komen, nou ja, hebben ze zelfs de eer om jou te zien. Kunnen nog steeds een petitie tekenen. Red Museum Rotterdam. Zeker. Teken de positie. Petitie. Red Museum Rotterdam. Want dan kan je hier naartoe komen. En nou ja, tijdens uitmarkt is er natuurlijk veel meer te zien. Want wij zijn nu hier in Museum Rotterdam. Ja. Maar komend weekend gaan we langs 7 musea. En dat is natuurlijk maar een heel klein topje van alle prachtige musea die er in Nederland zijn. Dus check het aanbod op museum.nl. En dan zie je nog meer van de uitmarkt. Ja, we hopen je snel te zien. Nogmaals, we zijn heel het weekend op pad. Kijk naar de filmpjes van ons of onze collega's. En geniet van al het mooie aanbod tijdens uitmarkt. Tot de volgende!